Dit is Salland Sport. Nu dan in de pakken bij 10e minuut van deze wedstrijd. Inworp voor Almere aan de overkant van het veld, de hoogte van de middenlijn. Kan hier Almere gaan bouwen richting de Leo Halle tribune, waar dus ook de fanatieke aanhang van Almere zit en het nodige kabaal maakt om het ploeg te ondersteunen. Het is wel leuk dat er vol uitvak bij zit inderdaad. Maakt het een stuk sfeervoller. Adekaya, Almo voor in de verdediging. Pakt die bal op, kan de bal spelen richting Edwardson. Die kan de bal weer doortikken richting Tico Baten. En dat is tiki-taki voetbal, want dat gaat hartstikke goed. Adekaya, rechterkant van het veld. Kijk, die de bal kan opbrengen richting 16 meter. De spelers van Ierland staan nu klaar. De ratten, de kan je de bal dribbelt. Brengt de bal voor. Dit is nu niet. Oh! Dan nu misschien de tweede kans van Andersson. Ja! Afslingende bal van Andersson die been komt. Het was eerst Sören Tengs die bal wel inschiet. De bal werd weggekeerd door Zatlingen. En dan Andersson, Edwardson. Die het heen schuiven in de verhoek. 1 tegen 0 voor Goethe Eagles in de 11e minuut. Komt die bal hoog, ver, Deil die kopt. Bal uit het strafschopgebied in ieder geval. Opgevangen daardoor, ritmeester van de kamp. Die neemt geen risico, haalt hem even terug naar Alvaro Peña. En die mag gaan kijken of hij de aanval op kan gaan zetten. Nu over het midden of over de zijkanten. Maar hij speelt de bal aan de linkerkant van het veld door. Richting Floranus die de bal niet in ontvangst kan nemen. Dat hij goed verdedigd wordt vanuit het Eagles defensie vandaan. Maar toch is het nog steeds Almere het balbezit. Heeft nu toch wat druk in die 22 minuten van deze wedstrijd. Van Almere op het doel van Van de Lange. Maar dan is er toch een balbezit nog steeds voor Almere. Dan passen de bal op de 16 meter in. Dan wordt de scheidsrechter gevraagd op een strafschop. Die wordt niet gegeven. Almere kan gewoon doorgaan met de aanval. Dan komt de bal voor. Dan wordt het ingekort. Dan is het 1 tegen 1. Jawel. Ik kan het zien gauw wie de scoorde. Maar volgens mij is het inderdaad de Thomas van Benet die de bal in wist te tikken. En daarmee dus de gelijkspel gelijkmaker van Almere op het doelpunt zet. Ja, de balbezit is voor Jeffrey de Lange. Ik ga kijken wat hij gaat doen. Wordt hij lastig gevonden even de spelers van Almere. Dat zou hij een lange bal naar voren te geven. Die wordt niet opgevangen even de Eagles spelers. Maar in de verdediging van Almere. En die kunnen gelijk weer overnemen. Ik zei dat al. Lastig verschil tussen beide teams. Is absoluut niet zin. En nu dan misschien een kans voor Almere. Als die bal over de zijlijn niet gaat onderschept kan worden. Kan die bal het 6-0 ingebracht worden. En is het een klein tikje. En dat loopt goed af over de Eagles. Als er wat meer controle zou zijn. Dan levert dat veel meer gevaar. De Eagles moeten gaan opletten. Ze spelen slordig inderdaad in de defensie. En Almere geeft goed druk op die achterverdediging van de Eagles. Nu ook bal achter de defensie. Robinet leeft voor de lange. Robinet met een enorme kans. En hij schuift hem over het doel heen, de Fransman. Daar komt Thibaut Baten 1-1 op de doelman. Hij schiet veel te hoog. Dus kans verloren gaan. Inderdaad chaos op het middenveld bij Go Ahead Eagles. Daar gaat zo'n verandering in komen omdat Haken gaat wisselen. Maar niet voordat er een vrije trap is. Dus een soort omgekeerde corner zal ik maar zeggen. Waar Edwardson achter staat. Vanaf de rechterzijde. Lange mannen zijn mee in de 16. Daar is druk. Daar wordt de bal ingepompt. De bal omhoog. Dat is een vuurpijl. Gaat de doelman springen? Nee. De bal blijft liggen. Gaat Kramer scoren? Gaat ja. Baten scoren? Het is Baten die scoort. Maar daar doet hij klaarblijkelijk in buitenspelpositie. Dat konden we vanaf hier niet zien. De man die op één lijn staat wel. En dat is de grensrechter. Dus geen gelukkige voorsprong zal ik maar zeggen. Voor Go Ahead Eagles. En waarom noem ik dat gelukkig? Omdat Almere echt het heft in handen heeft. Al vanaf minuut 20. En daar Eagles eigenlijk blij mag zijn. Gezien de kansen die Go Ahead tegenkrijgt. Eagles blij mag zijn dat het 1-1 staat. Zo simpel moeten we het wel concluderen. Laten we hopen dat het anders is. Met de inworp op Stokkers. Ver uit de spitspositie. Bal niet goed afspelend. Daar zit Floranus tussen. Dus ruimte voor het tegenstoot. Misschien ook wel voor tempo. Van La Parra de invaller. Aan de linkerkant. Komt richting punt strafschopgebied. Dreigt ten opzichte van Deil. Gaat naar binnen. Legt af van Floranus. Die wil schieten. Die dreigt met zijn linker. Op de knie van de doelman. En dan verdedigd door Amova. Oeh, weer zo'n gevaarlijk moment. Voor Almere. Dat ze meer en meer en meer aandringt richting misschien wel een overwinning hier in Deventer. Wel wat lange mensen voorin, dus het kan ook een bal zijn die voorgezet gaat worden. De Kuipers die stapt over de bal heen, Stokken ze in. Paal en eruit, nu voorgezet. Een scrimmage, maar de doelman mist maar aan. Almere spelen de bal weg. Ja, zo, wat een vrije trap daar zeg. Die via de binnenkant van de paal uiteindelijk weer het doel in ketst. Bijna, maar is niet helemaal, kwam Go Ahead op voorsprong. Go Ahead Eagles speelt gelijk met 1 tegen 1. Tot teleurstelling van het publiek. Maar als we heel realistisch kijken naar het veldspel, is het terecht. En komt misschien Go Ahead ook nog wel goed weg. Want de beste kansen waren namelijk voor de ploeg uit Almere. 1 punt houdt Go Ahead Eagles aan dit duel in ieder geval over. En mag ze uit gaan kijken naar volgende week. Misschien dat daar wel meer te halen valt. Tot zover de Adelaarshorst. Waar Go Ahead Eagles Almere in 1-1 eindigt. Salland Sport, nabeschouwing. René, kun je mij meenemen naar jouw keuzes in de beginopstelling?
Geen Lindhorst bijvoorbeeld. Willemson wat meer controlerend. Ja, ja eigenlijk kijkende van wat voor wedstrijd verwacht je. Dan verwacht je een wedstrijd waar je veel in duels en tweede ballen situaties komt. En vanuit die tweede ballen wil je graag aan het voetballen komen. Dus dat betekent dat je ook spelers moet hebben die zichzelf goed vrij kunnen spelen. En als je dan ook lager op het veld, in dit geval met Willem, iemand op het veld hebt die ook in staat is om zichzelf vrij te spelen. En dan een spel naar voren te verplaatsen. En ook voorin dan een extra speler nog hebt die ook in vaardigheid in staat is om mensen uit te spelen. Dan hoop je daarmee het verschil te maken. Is dat een beetje geslaagd naar jouw idee? Ja, je eerste kwartier wel. Ja, geweldig zelfs. Maar daarna ook een fase niet, maar momenten. Maar goed, weet je, dat is altijd een kwestie van ben je in staat om dat goed uit te voeren. Nou, daar hebben we een aantal goede momenten gehad, een aantal minder goede momenten. Dus ja, uiteindelijk als je kijkt naar als je wedstrijd wilt winnen en je kijkt alleen sec daarna, ja, dan kun je zeggen van ja, dat is niet goed geweest. Maar ik was ervan overtuigd dat ons enorm had kunnen helpen. En dat heb ik ook gezien in een aantal momenten, alleen niet genoeg. Je zegt de beginfase was goed, vond erg goed. Prachtige aanvallen dat trouwens, met name ook richting het doelpunt. Daarna raak je de grip volledig kwijt. Wat deden zij anders of wat deden jullie anders? Nou, voornamelijk wij. Ik vond dat wij juist in het begin juist heel erg proactief waren. En ook zelf goed anticipeerden in duels. En ik vond dat we na de voorsprong en eigenlijk na de eerste corner die we daarna tegenkregen, dat we toen wat passiever werden. Dat we niet meer voor de tweede ballen gingen, maar dat we in plaats van de duels in gingen, gingen we afstappen. Waardoor Almere de ballen steeds weer kon naar de zijkant kon verplaatsen en kon inbrengen. Ja, en daarmee uiteindelijk kregen we de deksel op de neus. Bobby Adikanje zei, we moeten thuis alle wedstrijden winnen, maar meer zat er niet in. Ben je dat met hem eens? Vandaag inderdaad niet, nee. Vind je dat teleurstellend of vind je het wel lekker dat je puntje bent ingelopen op Ajax? Nee, je speelt deze wedstrijd om te winnen, want uiteindelijk wil je gewoon wedstrijden winnen. En uiteindelijk wil je ook goed spelen, maar als je de wedstrijd kijkt, ja, dan is denk ik gelijkspel een terechte uitslag. Maximaal haalbare? Vandaag wel, ja. Vandaag ja, wel. Ja. Edwardson kwam erin. Ik vond zijn invalbeurt teleurstellend. Hoe zag jij dat? Ja, dat mag jij vinden. Nee, maar ik denk als jij spits bent en je zit op de bank en je krijgt dan eindelijk de kans om je te laten zien. Of wou hij je te veel laten zien? Wat was het? Nou ja, in ieder geval, hij zag er in een aantal momenten inderdaad ongelukkig uit. Dus dat ben ik met je eens. Nou ja, dat is zoals het is. Los van het feit dat het niet geen onwil is. Maar uiteindelijk niet genoeg in ieder geval om nog een rol van betekenis te spelen in het veranderen van de stand. Ja, Baten is jouw nummer 1 op dit moment. Ja, zoals ik zeg, dit moment. Ja. Maar je hebt nog wel keuze, want Stokkers maakt ook behoorlijk wat oorlog weer. Nee, ja, precies. We hebben gewoon drie jongens die gewoon in die positie gewoon uit de voeten kunnen. En ja, de laatste weken kiezen we voor Thibaut. Daar heb ik uitgelegd waarom dat is. Mm. En dan vind ik ook dat je zo'n jongen een aantal wedstrijden de kans moet geven om zich te laten zien. En aan andere twee om te laten zien dat zij erin in willen. Dat is wel luxe, hè? Want centraal achterop heb je met Amova en Nauberok keuzestress of valt dat wel mee? Nee, geen keuzestress, want uiteindelijk heb je ook drie goede centrale verdedigers met Joris erbij nog. En dat betekent ook dat je kunt kijken van zoals vandaag, dat Almere zeg maar, de bal heel snel achter onze laatste lijn legt. Dat je dus de snelheid van Jamal en het corrigeren van ballen in de hoeken, dat je ook prima kunt gebruiken. Dus dat is gewoon uiteindelijk waarom je een selectie hebt. En daar heeft niks te maken met keuzestress of wat dan ook. Je hebt gewoon te maken met een selectie die gewoon verschillende kwaliteiten heeft. En daarin maken wij op voorhand keuzes om te denken van waarmee maken we de grootste kans om de wedstrijd te winnen. Nou ja, en iedereen heeft daarin zijn rol en iedereen moet daar gewoon goed mee omgaan. 6-0 hè, Feyenoord-Ajax. Dat is een zware uitslag. Goh. Dus dat is daar bovenin wel beslist. Je maakt misschien nog kansen om het Ajax flink op de heup. Flink moeilijk te maken, zeg maar. Nou, dan hebben we vandaag moeten winnen. Ja, oké. Okay. En nu is de afstand nog 4 punten. Dus dat betekent dat we 2 keer vaker moeten winnen dan op 3 punten. Het doelsaldo van Ajax is beter. Dus we moeten 2 wedstrijden meer winnen dan Ajax. En om boven hun te kunnen komen. Nou ja, is iets te veel van het goede? Nee, niks is volgende week nazet, je weet het nooit. Niks is te veel van het goede. Alleen dat betekent dus dat wij bijna niks meer mogen laten liggen. En
En gezien het programma, ja, dat wordt een grote uitdaging. Alleen, je vergeet ook nog even dat NEC ook nog boven ons staat. Die wordt nog voorbij. Dus kijk, ambitie blijft om daarnaar te kijken. Maar uiteindelijk is, zoals we er nu voor staan, alles eraan doen om te zorgen dat we in de play-offs komen. Zal geweldig zijn. Alleen ja, je blijft toch steeds met een schuin oogje dan nog kijken. Van ja, als we daar nog wel kunnen eindigen, dan moeten we het zeker niet nalaten. Bobby, ja, dat kan je. Wat was dit voor wedstrijd? Ja, het was... ik vond dat we zeker goed waren begonnen aan de wedstrijd. Heel goed. En toen vooral meestal wanneer we thuis spelen en we starten goed, dan eindigt de wedstrijd ook altijd heel goed. Alleen ja, toen werden we een beetje slordig, verloren we heel vaak de tweede ballen. We lieten hun in hun kracht komen, dat is zo'n de lange ballen. Ja? En ja, dat is die lange ballen van hun. Wij wisten wel van tevoren dat ze zulke dingen wilden doen. Alleen ja, dan moet je wel zeker de tweede ballen winnen. En ja, dat deden we dan niet. En ja, toen werden hun wat gevaarlijker. En helaas in de tweede helft werd het echt de hele wedstrijd zo. De hele tweede helft. En, ja, we kregen de grip gewoon niet in het wedstrijd. En ja, daarom maakte het wat lastig. En ja, ik denk dat meer dan 1-1 kon het vandaag niet worden, nee. Kun je daar dan tevreden mee zijn? Achteraf, zeg maar? Nee, zeker niet. We draaien een hele goede seizoen. We zijn gewoon een team en we spelen ook thuis. Ik denk dat wij gewoon hier, maakt niet uit wie hier komt, moeten wij gewoon ze vastpakken bij hun nek en gewoon de 3 punten hier houden. Alleen ja, vandaag was het net niet zo en dat is wel balen, ja. Mis je dan wat vaste krachten op het middenveld? Wat vaste, ja, wat zou ik zeggen, lijnen in het spel? Nee, niet echt. Natuurlijk al die jongens die op het middenveld spelen, die doen het gewoon heel goed het hele seizoen. Natuurlijk missen we een hele grote speler, ja, en dat Philippe Rommens is. Maar ja, we moeten gewoon nog steeds doen met wat we hebben. En het zijn gewoon jongens die dat uitstekend hebben uitgepakt sinds dat hij ook geblesseerd is. Dus nee, daar lag het zeker niet aan vandaag. Hoe goed is Bobby Adikanje eigenlijk? Hebben we het beste van jou nog al wel gezien? Nee, zeker niet. Het lijkt alsof ik dit seizoen een moeizame seizoen heb. Maar ik vind van mezelf dat ik best wel gewoon... Ja, goede wedstrijden speelt. Alleen ja, als je daarna naar de nummers kijkt, dan lijkt het niet zo. Ik vind mezelf dat ik gewoon heel dreigend ben, creatief wil zijn. En dat laat ik wel, denk ik, elke weekend zien. Alleen ja, jammer genoeg, de nummers, ja, die helpen me er niet mee. En vandaag, dan zie je ook net als de tweede helft, als de ballen altijd in de lucht hangen, dan wordt het ook opeens niet meer mijn spelletje. En, Daar baalde ik wel echt van, want je moet zeker gewoon aanpassen aan het spel. Alleen ja, vandaag kwam het echt niet zo uit, en vooral de tweede helft, nee. Je komt af en toe ook wat geërgerd over. Dat levert ook trouwens ook nog wel eens gele kaarten, zoals deze in de rust eigenlijk. Ja, nee, maar ik ging gewoon naar Bas na de wedstrijd en ik zei van Bas, dit is jouw wedstrijd niet, hè? En ja, hij voelde zich geïrriteerd. Maar ja, na de wedstrijd kwam hij weer naar me toe en zei hij van ja, ik bied mijn excuses aan voor wat ik heb gedaan. Maar ja, uiteindelijk ben ik wel degene die wel een gele kaart heeft. Dus ja, dat snap ik dan ook weer niet. Dus ja, hij weet wel precies wat hij doet. En dat vind ik gewoon zo jammer. Kijk, scheidsrechter is gewoon om het wedstrijd te helpen. En niet denken dat je gewoon denkt dat het wedstrijd van jou is en alles om jou draait. En dat vind ik gewoon heel, heel jammer. Dat gebeurt te vaak in Nederland. Ja, precies. En dan verpest je gewoon het spelletje, snap je? En je vertraagt het niveau, je kunnen domme blessures oplopen. Dus ja, ze moeten ermee kappen. Echt, ermee kappen gewoon, echt. Ajax verlies vandaag. Stevig trouwens, 6-0. Oh ja? Dus jullie lopen in ieder geval een punt in en ook op doelsaldo in. Er is nog steeds van alles mogelijk, hè? Nee, tuurlijk, zeker. We hebben niet verloren vandaag. Dus ja, wat je net al zegt, Ajax heeft ook verloren. Maar we kijken natuurlijk gewoon naar onszelf. En als wij gewoon naar onszelf kijken, dan zien we wel waar we eindigen. Als we beginnen te kijken naar anderen, dan verliezen we misschien een beetje de focus. Dus, en nu de focus op jou, zodat wij de echte Bobby Adikanje gaan zien. Ja, ik hoop het zelf ook. Ik heb het echt nodig, ja. Vooraan bij elke sportwedstrijd in de regio. Salland Sport.